Ik vertrouw mensen niet die te veel zinnen maken, die beginnen met het woordje we. Die mensen mot ik niet. We dit, we dat. Ja, dat is lekker makkelijk. Ik weet niet zoveel van we. Ik weet alleen iets van ik. Ik weet niet eens zeker of we en ik bij elkaar horen. En dat is ook kritiek, hè, van we. Die zegt dat ik te veel met zijn eigen wereldje bezig is. En te weinig met dingen die van belang zijn voor we. Dan denk ik van nou, misschien moeten we wat meer aan zelfonderzoek doen. Misschien moeten we zijn bek dicht houden. We weet helemaal niks van ik. En ik weet helemaal niks van we. Fuck we! We werkt niet. Althans niet voor mij. En ik heb het geprobeerd hoor. Ik heb het bijvoorbeeld maar 3 weken volgehouden op zo'n sportschool, zo'n groot fitnesscentrum. Het is een grote sportschool. Wat een saaie, stomme plek is dat, zeg. Ik ken geen enkele andere plek waar zoveel mensen samenkomen om alleen maar met zichzelf bezig te zijn. Dat is, ik bedoel, dat is logisch. Ik bedoel, ijdelheid, dat zit in jullie. En ja, die fitnessapparaten zijn er ook niet voor gemaakt om met z'n meerdere op te zitten. Ik ben 1 keer achterop gesprongen met iemand op de home trainer. Die dingen hebben helemaal geen bagage dragen. Je zit direct op dat vliegwiel. Maar heel die sportschoolervaring leverde mij alleen maar sociale frictie op. Alleen maar wrijving. Douchen met vreemde mannen. Niks voor mij. En een jongen die ik ken, die voetbalt al heel zijn leven. Die vindt het stom dat ik daar moeite mee heb. Ik zeg, ga gewoon man, wat maakt er nou uit? Ik stond vroeger met helemaal voetbalelftal onder de douche. Een beetje klooien, spelletjes spelen, tegen elkaars been aan pissen. Dat schiet een band, man. Nou, dan denken ze bij mij op de sportschool heel anders over. Sociale frictie. En daar hetzelfde. Ben je gebeten als je daar het protocol doorbreekt? Dat is bijvoorbeeld een regeltje op de sportschool. Als je klaar bent op zo'n fitnessapparaat, moet je het afdoen met een doekje. Hè? Moet je afdoen met een doekje voor die hygiëne. Prima, ben ik 1 keer vergeten. Komt er meteen zo'n sportinstructeurtje, zo'n fanatiek sportinstructeurtje met zo'n fris kapseltje. En zo'n polootje met een logootje op zijn polootje. Zo'n sportnatie, die komt voor me staan. En die geeft me een hele preek. Hele preek. Ja, dan moet je niet vergeten. Dus dan vergeet je niet goed voor die. En ik zit alleen maar. En ik heb geleerd. Als ik te veel zeg in een gesprek. Dan ga ik vanzelf de muziek van de film Jaws in mijn hoofd horen. Als ik was bezig. Ik zei. Nou, de laatste zag hij dan wel, maar de rest zat allemaal in mijn hoofd. Eigenlijk het enige wat hij zag was. Maar in ieder geval sociale frictie. Alleen maar. En saai. Mega saai. Ik ben 1 keer in slaap gevallen op de roeimachine. Zo saai. Het lijkt me trouwens wel raar. Als je in slaap valt op de roeimachine. En je wordt wakker als slaaf op een galeischip. En het hele idee van een vrije Nederlandse maatschappij was maar een waanbeeld. En je zegt tegen die slaaf naast je, ik had net een rare droom. Ik betaal de contributie om te mogen roeien. Maar het meest eenzame moment ooit op de sportschool, het grootste kutmoment ooit, was toen ik bezig was op dit apparaat. Ken je dit apparaat? Heel belangrijk apparaat voor als je heel goed wil worden in deze beweging. En tegenover onze sportschool staat een kantoorgebouw, zo'n groot glazen kantoorgebouw. En ik heb net extra gewicht op het apparaat gelegd, ik wil er echt flink tegenaan, super zwaar. En terwijl ik bezig ben, kijk ik door de ramen van de sportschool naar buiten, bij het kantoorgebouw naar binnen. En daar zit een vent achter zijn bureau, me heel verveeld. Recht aan te kijken. En ik weet niet zeker of ik slag 2 ga halen. Ik ben echt bezig met. God, son of a. God. En die vent die doet dit. Klonk.
En ik verlies. Ik denk, oké, waar ben ik nou mee bezig? Wat is het ook voor stomme exercitie? Extra spieren kweken voor deze beweging. Je hebt helemaal geen extra spieren nodig voor deze beweging. Niemand heeft extra spieren nodig voor deze beweging. Tenzij je heel veel indruk wil maken als de bespeler van Beckens in een fanfare bent. Dat je eigenlijk denkt van, godverdomme. Dat die andere mensen die band denken van, Jezus, wat is er met Gert-Jan aan de hand, man? Ja, die schijnt nou te vinden ze, maar... Hij traint maar op één apparaat, heb ik gehoord. Oh, ik dacht dat die Duracell-batterijen ze reden. Nee, dat ben ik. Nou, in ieder geval... Klakkeloos volgedrag. Daar gaat het om, klakkeloos volgedrag. Die mensen die kijken naar elkaar, is dat fitnessapparaat vrij? En lopen ze door elkaar. Ratten in stretchkleding, dat zijn het. Klakkeloos volgedrag. Ik vraag me ook altijd af... Ik vraag me ook altijd af of die renpaarden... die in zo'n aanhangwagen met 140 km per uur over de snelweg worden vervoerd... of die wel eens omkijken en denken... waarom zou ik nog rennen? Klakkeloos volgedrag. Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan mij, spart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Gewoon om te fokken.